moet opgetild worden. Hé? De nieuwe prinses van Wakanda. Oh. Ja, we zijn aan het vloggen. We kunnen toch niet zo lellebellen samen? Dat gaat toch niet? En ik denk, maakt niet uit. Als je me maar kriebelt, vind ik het lekker. Hé? Kom je me helpen met vloggen? Zo. Daarnaast zit er dus naast de geurcirkel, de waskorrels en de fles counterclean. Nog een vijftal, en dat is echt wel een behoorlijke verwennerij, een vijftal waxpars in. En dan zet ik heel even de box weg, want dan hebben we gewoon weer wat meer de ruimte. Al dan niet als jury toch besluit om te komen helpen in plaats van gekriebeld te worden. Dat is af, dus is bij tijd en wijle ook zo'n krol komt, die willen niet weten. En dan vaak ook nog op de meest ongelegen momenten, of als je net lekker met je bordje eten zit, dat je denkt van nou lekker, ik ga genieten. Dat ze dan, nou ja, dat geldt ook voor Aya trouwens, dat ze dan allebei komen, al dan niet los van elkaar. Dus ja, ah, fijn. Wat zit erin? Er zit een bar vanilla cinnamon maple in. En vanilla cinnamon maple is, als ik het goed heb, ook een van de geuren van de herfstcollectie. Dus dat is sowieso super leuk. Als daarnaast de maple rum cake. Die heb ik trouwens, deze heb ik trouwens gisteren gewarmd. Als je van bakkerijgeuren houdt, is echt super lekker. Zeg je, hoe presteert die, Angelique? Het is een matige tot redelijke presteerder. De vanilla cinnamon maple vond ik volgens mij net ietsjes minder. Of zeg ik dat wel goed? Ja, dat zeg ik toch goed? Ja, nee, goed. Nou ga ik twijfelen aan mezelf. Ik ga het eens even opzoeken. Nee, oh nee, dat was de Cozy Pumpkin Vanilla. Jemig, ik haal hem gewoon door de war. De vanilla cinnamon maple. En daar ga ik gewoon mijn snuffert in snoppen. Dat snappen jullie natuurlijk wel. Maar de maple rum cake voor de bakkerijliefhebbers. Ja, hij is lekker. Hij is echt lekker. En de vanilla cinnamon maple. Is ook lekker. Net wel heel even anders. In de verte ruik je wel de kaneel. Maar de vanille overheerst. Als de stroop. Dus het kan sterk zijn. Dus degene die gevoelig zijn voor de wat sterkere geurtjes. Wees voorzichtig bij het warmen van deze. Doe er dan desnoods een half blokje erin in plaats van een hele. Of zelfs nog iets minder om gewoon uit te proberen of je daar tegen kan. Idem ook voor de maple rum cake. Maar qua sterkte vond ik dat eigenlijk best wel meevallen. Maar maple rum cake was wel heel erg lekker. Heel mooi, warm. En inderdaad een mooie warme cakegeur. Dus ja. De Sips of Cider is een van de 10 nieuwere geuren in de herfstcatalogus. En ik heb hem zelf nog niet gewarmd. Nog steeds niet. Hoewel die gewoon wel heel mooi, heel fris is. En je toch ook echt een beetje die herfst vibes een beetje meekrijgt. Dus dat is ook wel heel, heel erg leuk. Want aan zich zou ik hier zelf niet direct voor gekozen hebben. Dus dat maakt het juist zo leuk. En wat ook een hele lekkere is. En het is een van de weinige geuren waar er van mij wel een snufkaneel in mag. En waar ik hem dan wel in kan verdragen. En ja. En dat komt ook omdat de kaneel niet overheerst bij deze. En het toch ook gewoon zo'n mooie, warme najaarsgeur is. Hoewel zijn naam meer naar de feestdagen verwijst. En het is, mag ik ook wel zeggen, voor de feestdagen. Het is rondom de feestdagen. Ja, snap ik hem wel.
En ja, dit is echt één van inmiddels de klassiekers Christmas Cottage. En hou je ervan de wat pittige geuren, of die had wat juist sterkere geuren, dan is Christmas Cottage degene die je dan moet hebben. Daarnaast zit er ook nog bij een Bar Magnolia Linen. En Magnolia Linen is gewoon een hele mooie, schone waslucht, als je daarvan houdt. Ja, hoe leg ik dat uit? Was schoon, fris, bloemig, net of je gewoon je wasgoed gedaan hebt. En met gewoon een mooie bloemige katoengeur. Lekker schoon, lekker fris. Heerlijk. Dus ja, echt helemaal super. Maar goed, als je gaat kijken, is het natuurlijk al helemaal super. Hè? Ik bedoel, een fles aanrechtbladreiniger is al €14,75. Een pot waskorrels is, als ik het goed heb, €17 nog wat. Dus dan heb je al bijna over de €30 al in die twee producten. En daarnaast gewoon 5 waxbar. En als je nagaat dat een waxbar al €8,75 per stuk is. Dus dan €17,50, €17,50, €35 plus €8,75. Nou, weet je, er zit alweer voor ruim €70, over de €75 aan waarde in deze box. Dus dat is ook gewoon helemaal super. Wat ook super is, en daar word ik altijd heel vrolijk van als dat in de box zit. En dat is een poosje niet geweest. En dat vond ik zo jammer. En daar ben ik niet de enige gelukkig in geweest. Is de tester voor de geur voor de volgende maand. Dus deze maand was het de... Was het niet deze maand de geur van de maand? De vanilla cinnamon... Daar ga ik toch op zoeken hoor. Nou, moet ik het weten ook. Nou moet ik het weten ook. Of dat nou wel of niet de geur van de maand is. De vanilla cinnamon maple. Maar dat is zo opgezocht trouwens. Dus dat is niet zo'n probleem. Nee, de geur van de maand is de Warm Pumpkin Drizzle. Dus dat is hem namelijk niet. En dan ga ik toch wel heel even daartussen kijken. Nee, dus inderdaad de Cozy Vanilla en Pumpkin. Niet. Dus ik ga eens even zoeken of die dan in de gewone lijst staat. Ah, vandaar. Hij staat gewoon tussen de gewone waxbare, de vanilla, cinnamon en maple. En dan zegt Sensi, als ik hem dan toch voor mijn snuffert heb. Kaneelstokjes verwarmen, boterige esdoorn bovenop een berg zoete slagroom. Dus ja. Maar het is ook net alsof de kaneelstokjes er gewoon redelijk doorheen gevlogen zijn. Daar ruikt het naar in ieder geval. Maar wat nog leuker is, is Sweet Orange en Evergreen. En dan ga ik heel even sneak peeken of op mijn tablet daar toevallig een plaatje van heb. En zo ja, of ik dan inderdaad de geurbeschrijving heb. Maar dat in ieder geval niet. Niet direct, in ieder geval niet op dit toestel. Maar de geur van de maand november, dus die kan je pas per 1 november vinden in de webshop. Onder warmer en geur van de maand. En dan zal die €7,88 gaan kosten. En na november dan zal de waxbar ook weer €8,75 worden. Is Sweet Orange en Evergreen. En ik ga kijken of ik hem open kan krijgen.
En deze is echt lekker. Hij is fris. Hij is dennenboomachtig. En een beetje neusprikkelend. En dat zal denk ik een beetje de citrus zijn. En er zit ook een assortiment van zoetige. Er zit iets van een zoetje in. En ik ruik nog steeds niet die sinaasappel. Ik ruik wel dat hij heel fris is. Dus het kan zijn als ik hem in mijn warmer misschien strakjes gooi. Want meestal gebruik ik de testers om hem meestal een beetje om te smelten. En dan maak ik daar waxmonstertjes van. Zodat ik hem in ieder geval kan ruiken als die gewarmd is. En nou ja, die sinaasappel ruik ik niet, dus die citrus ruik ik niet. Maar het is wel gewoon een mooie, echt wel een mooie, frisse, zoete, neusprikkelende, prachtige dennenboomgeur. Ik vind hem echt super. Dus ik denk ook dat als het dadelijk 1 november is en ik gooi mijn maandelijkse order eruit, dat ik hier een bar van bij doe. Want ik ben verzot op echt een mooie dennenbomengeur. En natuurlijk, vorig jaar hadden we Very Snowy Spruce. En dit jaar komt met Scent of the Seasons, wat ik weet, de Blue Christmas terug. Dat is ook een hele mooie kerstbomengeur. Maar net even weer anders. Ik denk, dat weet je, dit is ook zo'n mooie dennenbomengeur. Dus als dadelijk de Disneyboom staat vanaf, ik kan wel zeggen vanaf volgende maand. Maar dat is, we zijn alweer halverwege oktober. Dus dat zal wel over een week of 3, 4 zijn als ik hem neer ga zetten. Ja, dan vind ik het altijd zo lekker als de boom staat. En je ruikt, omdat ik heb een kunstkerstboom. En je ruikt gewoon een assortiment van dennen, bomen, geur. Gewoon heerlijk. En dan denk ik van, yes, het is weer tijd van het jaar, tijd van het seizoen. Waar ik heel erg blij van word. De tester, zoals je kunt zien, is ruim. Echt ruim. 2 blokjes wax. En hier kan ik echt geen waarde aan hechten. Maar je hebt de pot waskorrels, de pot, de fles aanrechtsbladreiniger. Wat trouwens ook super is, want dat is gewoon magie in een fles. En ik gebruik hem overal op de categorie van de week. Dat is een goed voorbeeld. Ik slaap tegenwoordig weer onder mijn verzwaringsdeken. Vanwege mijn lipodeem, onrustige benen. Dus begin van het jaar met mijn verjaardag heb ik een verzwaringsdeken gekocht. En ik lig heerlijk onder. Dat ben ik serieus. Het is wel even wennen, want het ding weegt 11 kilo wat je dan over je heen hebt. Maar goed, daarbovenop dan nog eens bovenop die 11 kilo lag er een kat. Shuri. En ik weet niet wat Shuri gedaan had. Maar Shuri die of gesnoept had, dat weet ik ook niet. Ik denk dat mevrouw te gulzig had gegeten. Dus die ging over de nek op mijn verzwaringsdeken. Ik was niet blij. Dat snappen jullie wel. Want een verzwaringsdeken kan niet zomaar even in de wasmachine. Dat gaat gewoon niet. Dus dat moet je of wegbrengen naar een stomerij. Nou ja, afijn. Ik naar de keuken. Ik mijn fles alles reiniger gehaald. Het is trouwens hetzelfde goedje wat hierin zit. Maar dan nog iets geconcentreerder. Het spuugsel en opgeruimd. Gespreid. In laten trekken, doekje eroverheen en hij was weer schoon. Zo super. Gewoon schoon, fris. Helemaal super. En daarna zag je ook niet meer dat toen het opgedroogd was, dat mevrouw gewoon flink gespuugd had. Totaal niet. Heb je RWS, heb je tuinmeubels, maar geen in een fles. Hebben ze op mijn vinyl gespuugd of op het kleed? Gebruik ik het ook? Of op mijn bekleding van mijn bank, zal ik maar zeggen. Dus ik gebruik het niet alleen als aanrechtbladreiniger. Het is gewoon echt magie in een fles.
Je hebt er weinig van nodig, dus je doet 1 of 2 keer even een beetje sprayen. Je laat het intrekken, doekje eroverheen en klaar. Zo super. Dus ja, zo super. Dus ik moet eerlijk bekennen, ik vind het een hele leuke box. Ook omdat het gewoon nu is producten zijn die je niet 1, 2, 3 verwacht. Of waar je voor zou kiezen. Want normaal gesproken ben ik niet een kruidenmeisje. Ik vind kruiden of kaneel heerlijk in mijn eten. Maar niet in geurwax. Op de Christmas Cottage na dan. En ja, het is gewoon zo leuk. En ja, je krijgt gewoon nu zo onwijs veel in je box voor maar €44. Het is echt, dit is zo'n mooie box. En heb je een mini warm of ben je net gestart en wil je daar ook mee kennis maken, is het ook echt gewoon een super box om, ja, om te hebben. Dus ja, en echt deze. Echt super, super lekker. Dus ja. Trouwens, wat trouwens ook heel lekker is. En die hoort wel bij de herfstcollectie trio. En als je ook... want dat is ook trouwens echt een hele mooie dennenbomengeur. Die is ook gewoon zo reet goed. En ik noem hem iedere keer anders. Dus dat schiet ook niet op. En ik bedoel, dit is trouwens ook wel een hele mooie dennenbomengeur, maar anders. Maar dan had ik echt benoemd van, nou, hè, koud besnuffeld, is het net een toiletreiniger dennengeur. Maar als je hem warmt, mensen, echt, als je die warmt, het is niet normaal. Dan zit ik in de verkeerde hoek. Ik moet de herfstdoek hebben. En dan zit je bij de feestdagen te kijken, dus dat is niet handig. Soms is multitasken echt niet handig, de herfstcollectie. Maar ja, goed, het staat net onder elkaar, dus ik heb gewoon net verkeerd aangetikt. Even kijken, opa. En dat is de Wild Fall Fall. Dus wil je echt een krachtgeur, een krachtdennengeur. En geloof me, heb je echt minimaal 3 hele dagen, 1 blokje... gewoon gedaan en daarna rook ik hem nog, is de Wild for Fall. En normaal gesproken hoort hij dus tot het herfsttrio. Gooi je hem in je Scentsy Club abonnement of maak een Scentsy Club abonnement aan als je die nog niet hebt. Want op die manier kan je de geur wel loskrijgen. En echt zo'n krachtgeur, zo'n mooie dennengeur, helemaal super. En je doet er zo onwijs lang mee. Echt waar. Zo onwijs lang. En dan is bijvoorbeeld de Sweet Orange en Evergreen. Is ook een prachtige dennengeur. Als ik hem zo koud snuffel. Is het geen toiletreiniger zoals de Wild Fall Fall. Deze is echt lekker. En dus ik ben wel heel benieuwd of die net zo goed presteert. Als de Wild Fall Fall. Dus ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Dus ja. Maar goed. Dat gezegd hebbende. Echt een super box. Super inhoud. En het leuke van dus, hè, de box is dat je dus gewoon producten kan uitproberen. Die, waar je niet 1, 2, 3 voor zou kiezen. Zoals in mijn geval. De Apple Cinnamon Sticks in aanrechtplatreiniger. Dus ja, of de Sweet Orange Pomander. Maar ja, goed, die ga ik zo meteen lekker op mijn toilet hangen. Dus ja, ik ben gewoon weer helemaal happy, de peppy, blij ermee. Dus ja, en als je nou denkt van, oh, maar Angelique, wat doe je met je lege wiftboxen? Nou ja, er gaan regelmatig de waxbarren in. Aangezien ik voor mezelf ook een aardige collectie heb. De paaseieren gaan erin. In de schuur staan de boxen met mijn Disney ornamenten. Dus ja, weet je. Je hoeft hem niet per se weg te gooien. Je kan hem ook gewoon bewaren en hergebruiken. Het is echt gewoon een hele mooie stevige box. Of aan een vriendin geven. Wiens Dame Pinkie Poes. Heerlijk, altijd met de warme winterdagen.
Heel comfy in kruipt en de doos gebruikt om lekker te chillen als hangplek. Dat doen die twee van mij trouwens niet. Die, maar goed, we hebben ook niet voor niks een mooie catcave daar zo staan. Ze liggen meer bij mij op de kussentjes in de vensterbank. De prinsessen op de ert. Maar soms gebeurt het wel zoals ik dan gewoon een box over heb. En dan gaat hij naar Dame Pinky Poes. Dus ja, dat kan je dus onder andere met je lege wifboxen doen. Dus ja, tip. Voor nu, hele fijne middag. Ga genieten. Het is eindelijk lekker, want vanochtend was het super druilig. Maar ga er in ieder geval op uit. Ga lekker genieten. En ik hoop in ieder geval heel snel te kunnen vloggen. Wat ik afgelopen maand eindelijk heb ook te kunnen vloggen. Wat ik afgelopen maand heb verbruikt. Dus voor de volgende keer groetjes en tot ziens. Doei doeg!